Hallo, ik, Gerard de Groot, heb een brief van groot belang geschreven aan Maria van Bijsterveld. De hele belangrijke brief is op de post gedaan in de brievenbus van PostNL die je nu ziet. De brief is eigenlijk belangrijk voor iedereen op deze wereld. Want internationaal gaat het niet goed met samenlevingen. Een heleboel losers zijn er momenteel op deze aardkloot in feite. Ook in Nederland is dit zo. Al bedriegt de schone schijn. Hier zie je de brief vlak voordat deze de envelop inging. De betreffende envelop zie je rechts. Maria van Bijsterveld zou werkelijk het aangekaarte bovenaan haar prioriteitenlijstje moeten zetten. Houten met toten hebben de macht. Zij moeten het doen. Maar dit zal ook schone schijn zijn. Mijn hele belangrijke brief zal ik eventjes voorlezen. De brief scrolt langzaam mee, dus er kan meegelezen worden. Of het kan bij meeluister gelaten worden. Ik begin nu met het voorlezen van de brief. Hallo Maria van Bijsterveld. Internationaal gaat het niet goed met samenlevingen. Over de gehele wereld zijn massa's aan mensen misfits. Onder andere geslachtsdiffusen maken daar onderdeel van uit. In Nederland zitten heel veel geslachtsdiffusen, homoseksuelen, hoog in de hiërarchie. Geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. In de politiek is dit zo, bij de media ook, bij universiteiten, etc. Profiteert men stiekempjes van een bepaalde kruiwagen, voorgetrokken, zit in alle sectoren van de Nederlandse samenleving veel geslachtsdiffusen vooraan in de pikorde. We doen een rondgang langs mensen die integer wat te verklaren hebben, omtrent het hiervoorgenoemde dus. Bijvoorbeeld, is Geert Wilders geslachtsdiffus? Is Mark Rutte geslachtsdiffus? Hans Smolders? Hans Wiegel? Joop van den Ende? Katja Schuurman? Lala Bargout? Leontien van Morsel? Leon van Doornschot? Maarten Noter? Madeleine van Tongenburg? Marian Olvers? Ben jij, Maria van Bijsterveld, geslachtsdiffus? Biseksueel? Is Wiebrand van Haarsma Buma geslachtsdiffus? Martijn de Greve? Matthijs Bouwman? Max Verstappen? Maaike de Jong? Melanie Schulz van Hagen? Michael van Praag? Mieke van der Wij? Mintjan Faber? Naima Tahir? Nienke Hogevorst? Naatje Farage? Olaf Koens? Onno Ruding? Uskan Akiol? Patrick Lodiers? Paul Rozenmuller? Paul Reumer? Paul Schnabel? Paul Tang? Paul Witteman? Pieter Jan Hagens? Pieter van Vollenhoven? Piet Fortuyn? Piet Hein Donner? Reinier van Zutphen? René Vroger? Richard Krajicek? Richard Korver? Rick van der Westerlaken? Rita Verdonk? Rob Trip? Rob van Gijzel? Robert Dijkgraaf? Rocher van Bokstel? Ronald Seurensen? Ronald van Raak? Mona Keizer? Etc. Enzovoorts? Zoveel geslachtsdiffusen, met name biseksuelen. Misschien dat ik een enkeling niet helemaal goed ingeschat heb, maar het overgrote deel zal inderdaad geslachtsdiffus zijn. En schijnhuwelijken, passen ze schijnhuwelijken toe? Een straight heterostel suggererend, bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel. Komt je dit bekend voor? Is het echt een hele hoge drempel om toe te geven geslachtsdiffus te zijn? De geslachtsdiffuse kan er niets aan doen, de oorzaak ligt bij de ouders. Is Willem-Alexander ook al geslachtsdiffuus? Biseksueel? Is Maxima Sorigietta biseksueel? Beatrix ook? Zoveel geslachtsdiffuse hoog in de hiërarchie. Is dit onder invloed van het geslachtsdiffuse koninklijk huis? Het is een matriarchaat en er is geen ruimte voor een patriarch. Te gedisciplineerd? Is de Belgische koning Philippe ook biseksueel? Opmerking tussendoor, de ene homoseksueel geslachtsdiffuse laten ze hoogwaardigheidsbekleden worden en de andere geslachtsdiffuse door al met al vervalt bijvoorbeeld tot in de prostitutie. Een hoop geslachtsdiffusen, met name biseksuelen, zitten in de prostitutie. Dat klopt toch? En wie of wat is nou toch die kruiwagen? Is dat ziekenweg de AIVD-atmosfeer? Is het GN van de AIVD? Heeft het een bepaalde etnische achtergrond? By the way, ik heb ook die achtergrond. Is er eigenlijk zodoende geen sprake van quasi-carrière-tijgerij? Omhooggevallen carrière-tijgers? Door dit alles aan te kaarten ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik heb recht op rehabilitaties. Ik ben op het spoor gekomen van dit alles, onder andere naar aanleiding van een paar gesprekjes met een psycholoog. Ook heb ik contact gehad, en feitelijk heb ik nog steeds contact, met parapsychologen. Parapsychologen in overheidsdienst, van die heb ik onderhavige informatie gekregen. Parapsychologen ondergebracht bij een geheime overheidsdienst. Kun jij eens onderzoek doen naar al dit hiervoor genoemde? Al die geslachtsdiffusen, al die would-be carrière-tijgers, dit kan niet de bedoeling zijn. Ongepast. Wat wel de bedoeling moet zijn, weten genoemde parapsychologen. En
Een leven bestaat uit twee fasen. BDE's bewijzen dit. BDE is bijna doodervaring. Je tweede fase wordt bepaald door je bewustzijn. Een schoon geweten zal baat hebben. Foul play wordt er toegepast. Is men hebberig, asociaal, antisociaal? Wat zal dit onbewust veroorzaken bij onder andere de jeugd? Wat zal dit onbewust veroorzaken in samenlevingen? Heel wat namen zijn genoemd in relatie tot het geslachtsdiffuus zijn. Wie en wat kun je bevestigen? Kan jij wat aan onderzoeksjournalistiek doen wat dit betreft? Hoe moet dit nou opgelost worden? Hoe moet dit gecommuniceerd worden? Hoe moet bijvoorbeeld de media dit brengen? Graag een informatieve reactie. Ook graag een laverende reactie, zodat we niet hoeven te echoen. Stalking kan dit onmogelijk zijn. Ruptuur is hierover. Ware getuigenissen zullen aan het gemoed lucht geven. De wal keert het schip. Ik doe dit niet voor geldelijk gewin. We moeten naar een wereld zonder geld. Er moet gekozen worden voor ruilhandel en zo. Ook weer zonder pecuniair gewin. Iedereen evenveel. Everyone as much. Dus graag een informatieve reactie en ook graag een laverende reactie. Doe dit maar per e-mail. Stuur bij voorkeur een e-mail naar story.fact.checker@gmail.com. Mag ik je anders opbellen? Wie zwijgt stemt toe. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot. Zo, dat was mijn hele belangrijke brief. Ik verwacht er eerlijk gezegd niet veel van. Houten met toten blinken uit in niets doen. Wat betreft deze video, er kan nog gekeken worden naar het daadwerkelijk deponeren van de brief in de brievenbus van PostNL. Gegroet.